Hoi allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video op mijn kanaal Eline Glockzien. Vandaag zijn we aangekomen bij de Thursday in My Life. En vind je dat leuk? Geef dan vast een duimpje omhoog. En vergeet niet om te abonneren op mijn YouTube kanaal, voor mocht je dat nog niet gedaan hebben. En vergeet dan natuurlijk ook niet op dat belletje te klikken dat bij de abonneerknop staat. Want sorry met de hashtag op tijd squad. En ben je altijd op tijd voor weer een nieuwe video. Laten we nu maar beginnen met mijn donderdag, want ik kan het jullie verzekeren, het was een super mega toffe donderdag. Goedemorgen allemaal, of ja, eigenlijk zou ik beter middag zeggen, want het is op dit moment al 12 uur. Ik heb dus al ontbeten vandaag en al middag gegeten, of ja, ik ga zelfs even middag eten. Maar ik ga vandaag een open lesdag volgen, dus daar houdt eigenlijk in dat ik gewoon meega met de studenten van de hogeschool. En een lesvolg die zij vandaag ook volgen. Ik heb mij ingeschreven voor Creative Media Management. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat dat inhoudt. Maar daar zal ik vandaag wel achter komen, hoop ik. En het is ook maar een les van een uurtje. Dus dat ga ik zo meteen doen. Ik ga dus nu middag eten en dan mijn zak maken voor ik vertrek. En dan vertrekken naar de hogeschool. En ja, ik laat jullie straks weten hoe het geweest is. Ready to go! Hallo allemaal, ik ben net terug thuis van mijn open lesdag dat ik al mijn zakken nog vast heb. Dus ik ga even alles neerleggen en ik ben vandaag dus Creative Media Management gaan volgen. Was op zich wel interessant, maar ik denk niet dat het iets is wat ik verder zou willen doen. Omdat het meer te maken heeft met reclame, allee, video en audio voor reclames. En ik ben meer gericht op het hele proces. Het begin van een reclame tot het einde dat die helemaal is uitgewerkt. Maar ik heb wel iets heel leuks. Want na die lesdag kregen we gratis frietjes en hebben we ook een goodiebag gekregen. Dus ik ga die even met jullie unboxen. En mijn kat zit ook alweer lekker te slapen op mijn bed. Dag Twixje. Maar dus dit is de goodiebag. Ja, sorry, de zon schijnt hier. En ik heb dus zo een schriftje gekregen. Echt een dik schrift. Met lijntjes papier. En ook twee pennen. Een fluostift en een gewone balpen. Dus ja, kei leuk. En dan nog zo een tote bag. Super tof. Dus ja, dat zit er ook alweer op voor vandaag. En het is op dit moment 2:50 of zo. En ja, ik ga dus even al die spulletjes uitpakken. En dan ga ik nog even voor school werken. En daarna ga ik mij klaarmaken. Want ik ga vanavond naar een concert van Maxim. Samen met mijn mama. En ik heb daar kei veel zin in. Er zijn nog tickets te koop. Dus ik weet niet of er heel veel volk gaat zijn. Maar ik heb er wel zin in. Want dat is wel iemand die ik altijd wel alles wou gezien hebben. Dus ja, kei benieuwd. En ik ga dus nu nog een beetje voor school werken. Ik weet niet of dat interessant is om te filmen. Maar ik kom bij jullie terug als ik mij ga klaarmaken voor Maxim. Hallo allemaal, het is op dit moment 6:30 en ik ben bijna klaar. Ik moet alleen mijn schoenen nog aandoen voor het concert van Maxim. We hebben om 6:50 een bus. Ik heb even mijn nagels bijgelakt en ik zal even tonen wat ik aan heb. Sneak peek. Dus ja, ik heb er zin in. Zoveel vragen. Het maakt niet uit, ik wil niet weten.
Steeds beter, mijn ogen spreken, nu nog meer dan ooit. Soms lijkt het even alsof de regen niet los kan breken. Waarom hou ik me goed? Jongens huilen ook. Van het concert en ik vond het echt super mega leuk. Ik ben heel blij dat ik Maxime eens live heb gezien. Het was echt een goed concert en hij is op een gegeven moment ook echt in het publiek komen staan en wij stonden er vlakbij, dus dat was super leuk om mee te maken. Het is nu 10:40. Ik ga nu mij omkleden, mijn pyjama aandoen en dan ga ik mijn bedje induiken. Maar ik vond het vandaag echt een hele geslaagde avond en dag. Dit was, by the way, de outfit. Et voilà, dit was dan mijn donderdag. Ik hoop dat jullie hem net zo leuk vonden als ik. Ik vond hem alleszins super tof, want ja, een concert van Maxime, dat maakt uw dagen gewoon super goed. Ik vond het echt mega, mega leuk. En ook zeker toen hij op een gegeven moment gewoon in het publiek kwam staan, dat was super cool. We stonden er echt een halve meter vanaf of zo, dus dat was echt heel, heel leuk. En ja, hopelijk vond je deze video ook gewoon leuk. Is dat zo, geef dan een duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je verder niks wil missen. Laat een leuke of lieve reactie achter, want ik vind het altijd super tof om te lezen. En dan zeg ik nu dankjewel om te kijken naar deze video. Hopelijk tot de volgende keer. En doei!